Hallo, wij zijn Theo en Thea. Is dat niet leuk, hip hip hoera? We zingen een vrolijk liedje. Klap in je handen, hop sa sa. Jonge, 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 is het al begonnen? Heb je ook wel eens een leven worst gewonnen? Hip hip hoera. Thea, Thea. Waar was het? Hier is het! Hallo! Shirley. Vakbellen? Hier woont dat meisje die de hoofdprijzen heeft gewonnen, die we 2 weken geleden hebben getrokken. Ik moet er gisteren voor uitleggen wat we gaan doen. Ja, bel maar. En die gaan we daar zo droog over handen. En ze mag meespelen. Wie is daar? Wie is daar? Thea, Thea. Thea, Thea. Ja? Is Shirley thuis? Ja, ik zal even roepen. Shirley is voor jou? Ik zal er even roepen, want ze zit te poepen. Ik ben benieuwd hoe ze eruit ziet. Ja, ik ook. Oh, dat staat de hoofdprijs. Dit is de hoofdprijs. Je hebt de hoofdprijs gewonnen. Nee? Hoera. Is het er? En je krijgt deze TNT trofee cadeau. Hallo. Dag. Wie ben je? Ik ben de moeder van Shirley. Is de moeder van Shirley is droog. En ze heet, hoe heet de moeder van Shirley? Ik ben Marianne. Marianne. Wat heb je de oplossing nu al gezegd? En de oplossing was natuurlijk geld voor Derry. En dat had zij goed als enige. En mogen we nou even een stukje bij u opnemen? Want het is wel de bedoeling dat je nou een mooi potje toneel gaat spelen. Bij mij opnemen? Mag het even? Het is maar 10 minuten. Het is geen rotzooi. Wat ontzettend. Wordt het geen rotzooi? Nee, helemaal niet. Nou, kom er maar boven. Mag het? Ja hoor, kom maar. Het mag. Op het drankorgel, zou je bedoelen? Nee, op het windorgel van die vette haché van jou van gisteren. Tje, pak je gitaar, want we betalen die dure muzieklessen niet voor niks. Tje, je hoort het wat je moeder zegt. Pak je gitaar en laat horen wat de muziekdocentje vandaag allemaal geleerd heeft. Ja. Oh jee, ik ben vergeten te gaan. Waar zei ze? Zei ze iets? Zei ze iets. Ze gaat me toch ook niet vertellen, Jules, dat jij wou tegen ons van zeggen dat jij de muziekles vergeten bent. Die dure muziekles. Het geld groeit ons niet op de rug. Nou ja, ja. Misschien heeft ze wel een goede reden gehad. Een goede reden, Dan weet ik wel wat een goede reden geweest is. Ze is natuurlijk in het fietsenhok op school. Heeft ze zitten flikvlooien met een of andere krentenbol. Zeg niet dat soort dingen. Ja, dat doet ze. Dat doet dat kind niet. Dat kind is daar nog helemaal niet aan toe. Dat kind is daar nog veel te jong voor. Vertel op, wat heb je gedaan? Nou, ik ben het gewoon vergeten. Wat zeg je gewoon vergeten? Je gaat onmiddellijk voor straf. Ga je nu onmiddellijk naar je bed toe. Haar. Geen straf. Geen straf. Met straf bereik je niks. Oh. Hou op die toe. Met straf bereik je niks. Nee hoor, shirt, het is helemaal niet erg dat jij die dure muziekles vergeten bent. Pech ik. Blijf gewoon lekker tot 12 uur op als dank. En doe nou toch niet zo inconsequent, man. Als ouders moeten wij 1 blok vormen, zodat die meid precies weet naar wie ze moet luisteren, wat goed en slecht is. Anders raakt ze later helemaal van het verkeerde pad af. 1 blok vormen. Zal ik jou eens wat zeggen? Ja. Jij vormt in je eentje al 1 blok. Aan mijn been. Zo is het genoeg. Zo is het genoeg, hè? Zo is het genoeg. Ik heb genoeg gehad. Ja,
jij slaapt vannacht maar op de bank. Hij gaat zelf wel op de bank liggen. Ik ga niet met jou vanavond in bed liggen. Jij gaat zelf maar op de bank liggen. Ga jij zelf maar op de bank liggen. Ik heb gezien met jou op de bank liggen. Kijk die meid. Waar we het over hebben. Precies, die schat, je hebt gelijk, meid. Laat je moeder maar gaan ruzie. Weet je wat, schat? Kom maar hier. Dan gaan jij, mama en jij gaan samen eventjes een boekie woekie spelen. Oh. Goed, hè? We gaan samen boekie woekie spelen. Komt ie. Moet ik even voorbereidingen treffen. Weet ik hoor niks. Spelen we niet vandaag? De snaar is gebroken. De snaar is gebroken? Die dure snaar is gebroken. Zeg, hey. Ja, klinkt goed. Hoor je dat, pa? Nee. Mooie muziek maken jullie. Hey, kom eens hier. Hoor je dat? Die snaar die is gebroken. Die snaar van die gitaar? Je gaat me toch allemaal niet zeggen dat die snaar van die gitaar gebroken is? Ook dat nog, dat is de limit. Je gaat onmiddellijk naar je bed. Nee, daar komt niks van in. Je vlakt met je takken van het kind af. Als ik tegen het kind zeg dat zij onmiddellijk in bed moet, dan gaat zij onmiddellijk naar bed. Als iemand het kind naar bed stuurt, dan ben ik dat wel. Ik stuur dat kind naar bed. Jij stuurt dat kind niet naar bed. Ik stuur dat kind naar bed. Jij gaat naar bed. Als ik tegen dat kind zeg dat zij naar bed gaat, dan gaat zij naar bed. En daar ben ik mee te maken. Daar gore drank op. Oké, Shirley. Move. Wat rust op haar, ma. Slaap lekker. Zo. Ja. Lieve schaapje, pak dat te hard aan jij. Ja, ik denk dat jij er wat hard aanpakt. Je bent daar hard voor. Gadverderrie. Nou. Hé. Niet lezen, hè, stiekem. Laat dat kind toch even lezen als dat kind wil lezen. En dat is niet goed voor die ogen. Oh, nee. Die ogen die zijn er niet van groeid. Nee, het is wel goed voor die oren, dat orgelles voor jou. Dat is wel goed. Ach, kijk met dat kind nou liggen hier. Kijk nou, wat een lekkere droppie. Het is onschaafd, die meid. Nou, lieve scheet. Kijk er nou weer. Ja, te rust hoor. Lieve is lekker ding. Zo. Laat hem maar even lekker in dromenland. Laat hem maar even lekker naar vrouw Holle in de Lakenstraat gaan. Goed zo.